focus van het congres is wel innovatie en niet beleid of dat soort doelen. Ja. Komt wel eens langs, maar het is niet het hoofdmoot. Jij volgt het hele jaar de ontwikkelingen, de trends die er spelen. Gaat dan kijken, wat kunnen we daarmee op dit congres? Ja. En als ik aan jou vraag, wat zijn de trends die voor deze editie van het congres belangrijk zijn? Nou, we hebben, zoek je tijdje en dan op een gegeven moment lijkt het allemaal bij elkaar te komen. We hebben een aantal challenges gedefinieerd. De data challenge. Heel veel mediabedrijven die denken, we moeten wel iets met big data. Er is iets aan de hand. Die hele advertentiewereld is al heel ver weg daarmee. Maar voor omroepen of videobedrijven is dat eigenlijk toch nog wel best ingewikkeld. En, nou goed, we hebben een stuk van het congres gaat echt erover van, wat betekent al die nieuwe datastromen nou? Hoe ga je daar media van maken en wat kun je ermee doen? Dat is één verhaal. Het tweede is video. Echt, de wereld explodeert van video op een moment. Ik bedoel, YouTube en alle andere online video. Dat groeit extreem snel. Wie doet nou eigenlijk wat en wat verdienen ze daarmee en hoe doen ze dat dan en wat zijn de nieuwe spelers? Dus niet wat de omroepen doen, maar wat doen de anderen nou daar eigenlijk en wat gebeurt daar? Bijvoorbeeld Divimove is een bedrijf door Nederlanders begonnen, Berlijn. Inmiddels een van de grootste multi-channel networks, dus een gigantisch bedrijf. Ik ben er in Berlijn langs geweest. Dus gewoon, zo'n achterafkamertje met een paar mensen achter laptopjes en zo. Maar wat daar ontwikkeld is interessant, dus echt over video. Heb je dan ook bijvoorbeeld, wie wij laatst aan tafel hadden, Jan Riemens van Zoomin TV. Met het grootste Nederlandse multichannel network. Die zit in de videoquote die we elke keer opnemen. Dus die is in die zin betrokken. Ja. Op het podium hebben we in dit geval de jongens van Divimove. En we hebben David Harms, dat is de grootste Nederlandstalige videoblogger. Ja. Die net zo'n beetje als die PewDiePie een beetje over games praat. Maar ondertussen al wel meer dan 400.000 volgers. En Mark van Leest van Ajax in dat blok. Ja. Ook dus in zin van partijen van buiten de mediawereld die zelf eigenlijk mediabedrijven aan het worden zijn. En die in zo'n stadion is doen. En dat is ook, ik ben zelf op een gegeven moment wel een beetje, ik verveel me te snel, maar ik word een beetje saai van al die digitale dingen. Denk van, maar het is eigenlijk wel leuk om weer eens naar die wereld van de echte events te kijken. Dus bij Ajax doet dingen in het stadion, PSV trouwens ook. Hè. Wat kan je in een stadion doen? Ja. Met schermpjes en video en ervaring en beleving en interactie. En we hebben ook in het programma Kees Abrahams. Dat is een oude televisieman. Is bedrijf verkocht, tijd voor Sony gewerkt. En die zit nou achter Soldaat van Oranje en Anne. En hele grote live events in combinatie met video en schermen en. Dus ik dacht van, daar zit ook heel veel waarde in live events. Dat zit ook een beetje in het programma. Ja. Hey, als we nog even bij de eerste beginnen, die data. Ja. Die zei, als je het zo opnoemt, dan kan ik me voorstellen dat nog steeds niet iedereen denkt, maar wat betekent dat dan? Is dat data registreren wat mensen kijken, hoe lang ze kijken en wat je daarvan kan leren, wat je daarmee kan doen? Of doel jij op externe data die je in video kan verwerken, in programma's kan opnemen? Op dit moment graphics? Is iedereen nog aan het zoeken wat ze er nou mee moeten en welke data belangrijk is. Er is veel meer data dan mediabedrijven en mediadiensten aankunnen. Het eerste is inderdaad leren wat gebruikers doen en ze volgen en ze dan op basis daarvan weer nieuwe dingen aanbieden. Nou, in de reclamewereld al helemaal doorgevoerd met real-time bidding en allerlei doorverkopen, et cetera. De mediawereld eigenlijk nog niet zo heel sterk ontwikkeld. Of als mediapartijen kijken er wel naar. Maar het gaat lang niet zo ver als bijvoorbeeld e-commerce bedrijven die al heel veel op basis van je aanschaf nieuwe dingen verzinnen, et cetera. Maar we hebben met Boggy van de New York Times Labs, dus hij is het hoofd van het lab daar, die nieuwe dingen ontwikkelt. Die echt kijkt naar wat zijn nou de nieuwe datastromen en hoe bouw je daar mediadiensten omheen? Ja. Hij heeft ook een lab waar ze ook echt daadwerkelijk die nieuwe dingen ook maken. Ja. En patent op aanvragen en diensten op uitrollen. Maar goed, dan heb je het wel over een krant. Waar ze natuurlijk vaak op de website de abonnees vragen in te loggen, zodat je toegang krijgt, zo je weet wie dat is. Dus kun je dan gaan personaliseren op basis van data. Televisie heeft natuurlijk het grote probleem nog steeds, de traditionele televisie, dat die mensen zitten voor die tv en nobody knows wie het zijn. Ja, maar dit verandert ook snel. We hebben ook een verhaal van Microsoft erbij. Als je kijkt, dat komt pas in september hier in Nederland, maar de Xbox One, die gebruiken gewoon de gameconsole als centraal punt voor je televisiekanalen. Die maken ook allemaal deals met televisie. Die hebben zelfs nu een eigen televisieserie voor de Xbox. Omdat je dan wel al die data eromheen kan programmeren. Ja. En dan kan je wel interactie aangaan en je hebt je Kinect erbij. Dus je kan er naar zwaaien. Dus die datapartijen die denken van we halen gewoon die video binnen en we bouwen alles om die video heen. Dus je hebt Martin Tyrion
ja. die dat komt vertellen. Ja. Ja. Onze Microsoft User Experience Evangelist. Ja, Interface Evangelist. Ja, ja. We hebben ook dit valt misschien een beetje bij, maar we hebben Bas Ording. Daar ben ik heel trots op dat we die hebben. Nou, Bas Ording is Nederlander, afgestudeerd aan HKU Utrecht. Is vervolgens op de Bonnefoy naar Silicon Valley gegaan en is door Steve Jobs persoonlijk aangenomen. Die achter hem aanbelde toen hij weer terug was in Utrecht. Dan kom toch alsjeblieft hier werken. En die heeft heel veel van de interface die wij nu kennen van de Apple, komt van hem vandaan. Hij was daar het hoofdinterface designer. Hij is eerder dit jaar weggegaan. Ik probeer hem al sinds 2007 eens een keer voor een congres te strikken, want ik doe congres en dan komt hij. Ja, dus je hebt er nog geen thema omheen bedacht, maar hem moest je gewoon hebben. Ja, goed. Ja, ik ben gewoon blij dat het er is. Je moet een bijzondere mensen op het podium krijgen. Dat is ook de helft van plezier natuurlijk. Maar wat hij natuurlijk mee heeft gemaakt, is de hele dat interface design van schermen. En dat verandert nou ook weer helemaal. Nou krijg je allemaal die wearables en alle andere manieren om omgaan met data en diensten. Hey, Roland zei het, het is de thuishaven van publieke omroepen, commerciële omroepen, et cetera. Zit er ook nog voor jou, voor jullie, een soort doelstelling in? Wil je zeg maar, dat publiek de wereld daarbuiten meer beter leren kennen? Want je zou kunnen zeggen, die YouTube-kanalen, die zijn gigantisch voor iedereen die op YouTube zit. En iedereen die er buiten zit, heeft eigenlijk geen flauw benul wie het is, bijvoorbeeld. Ja, maar je ziet nu heel erg dat die werelden inmiddels elkaar aan het verkennen zijn. En er zijn ook alle overnames. We hebben ook Mark de Vries van Twitter, die hier ook onlangs was. Ik bedoel, de samengaan van sociale media en televisiemedia en dan allerlei partijen die distributie in de data omheen, dat gaat nu heel snel. Ik bedoel, Dievenmove, daar heeft Fremantle, weer onderdeel van die hele grote RTL-groep, ook alweer een belang in genomen. Ja, dus dat gaat nou echt bliksemsnel. En RTL begint zelf met zijn kanalen? Ja, we zijn heel benieuwd wat ze daarover ook gaan zeggen. Dat ze vorige week naar buiten kwam dat ze ook zo'n multichannel netwerk zouden doen. Maar ze zitten natuurlijk al in die groep. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk dat ze hun eigen kanalen gaan branden als RTL. En daar veel meer op gaan Werd Habers komt vertellen. En Peter de Munning, de nieuwe CEO van Sanoma, die nog maar net begonnen is in januari, die gaat voor het eerst ook een beetje vertellen wat hij nou met SBS en zo van plan is. Tijdschriften plus tv, Dat zit erin, we zijn heel benieuwd. Ja, als ik dat zo hoor, dan... Jullie moeten er naartoe, allemaal. Donderdag. Ja, maar is misschien goed om te zeggen... Ik ben hier naartoe, om het congres ook een beetje natuurlijk, aan te prijzen. Natuurlijk, dat mag ook. Dat mag hier gewoon. Nou, dat heb je nu wel weer genoeg gedaan. Oké. Okay. Ja. Er zijn nog kaarten, waar je zegt. Ja, maar er zijn ook een hele hoop gratis sessies. Voor degene die zegt, nou, ik hoef geen kaartje. Maar er zijn ook nog heel veel... Het zijn 12 gratis sessies die je kan bezoeken. Ja. Het enige kleine kritiekpuntje wat ik altijd op congres heb, is dat jullie zo enthousiast zijn in het programmeren. Dat je soms denkt van stop een uurtje eerder. Die borrel is ook belangrijk. Nou, deze keer hebben we echt om 5 uur klaar. Oké. Echt, beloofd. Als je terugkijkt, hè, maar eventjes te kijken hoe goed jij met je trends, hoe spot-on je steeds bent. Welke voorbeelden uit het verleden kan je noemen waarvan je denkt, van nou, dat was mooi dat we dat op dat moment hadden en dat is eigenlijk later een grote ding geworden? Nou ja, uit het verre verleden. Ik heb 5 jaar lang zelf een congres gehad, TV Meets the Web. Voordat eigenlijk die werelden bij elkaar kwamen. En nou denk ik van ja, is het gewoon vlak nu is het elkaar. Pas zover eigenlijk. Ja. Het is te vroeg. Dat zal zonde, hè? Te vroeg zijn. Te vroeg zijn is... Het is maar goed dat ik niet zo'n bedrijf kwam. Monique, waarom heet dit het Mediapark Jaarcongres? Kijk, ik weet, het is een eeuwigdurende discussie. Stond vandaag ook weer een heel stuk in Trouw. Naar aanleiding van jouw congres. Echt waar? Oh, dat heb ik nog niet eens gezien. Maar het gaat dan natuurlijk over het Mediapark. En heeft dat park eigenlijk wel toekomst in relatie tot Hilversum? Het is bekend en veel omroepen zitten daar eigenlijk helemaal niet zo gelukkig te zijn. Willen liever in Amsterdam. Moeilijk. Het Mediapark Jaarcongres komt eigenlijk voort uit de Cross Media Cafés. Die doen we daar ook 6 tot 8 keer per jaar. En toen dachten we, nou, 1 keer per jaar moeten we eens een beetje groter en op hoger niveau wat nadenken over wat er aan de hand is. En dan moet je er een naam bij verzinnen. En dan moet je iets verzinnen wat heel officieel... Dat mensen denken van... Denk je dat het trekt? De naam toevoegt, bedoel je? Ja. Dat je denkt, goh, je zit hier in Amsterdam, maar zit je in een leuk creatieve start-up hard te werken. En dan zeg je tegen je vrienden van, hey, zullen we eens gezellig naar het Mediapark Jaarcongres? Hoe zou jij het noemen? Nee, we staan open voor... Nou, voor mij noem je het where television meets... The web. Gewoon het nieuwe. Kom weer terug. Maar het klinkt als iets heel ambtelijks.
Ik snap het. Van één keer per jaar congresseren wij op het Mediapark. Ja, ik vind het ook wel iets hebben, eerlijk gezegd. Maar, nou ja, kom toch maar kijken. Maar goed, of misschien ga je daar niet over. Is dat trouwens nog een thema op het congres? De positie van Hilversum? Ik zag dat Pieter Broertjes even kon praten om Hilversum. Ja, dat gaat over het Mediapact. Het is inderdaad wel een initiatief om wat te doen. Samenwerking met opleiding, et cetera. Maar dat is niet een onderwerp van het Mediapact jaarcongres op zich. Nee. Oké. Okay. En het maakt ook niet uit of je nou in Hilversum of elders zit. Dat is toch niet... Nog eventjes van die gratis dingen die we kunnen volgen. Wat zijn dat voor dingen? Dat zijn de expertsessies waar partijen als TNO, Akamai, Microsoft... die komen daar echt een hele anderhalf uur echt op een onderwerp. Echt expertise delen. Dus dat is veel gefocuster en ook veel interactiever. Het zijn kleinere groepen mensen die daar bij elkaar komen. En die kun je gewoon bezoeken. Je moet wel inschrijven, maar je hoeft daar niet voor te betalen. En dat trekt een hele hoop... geïnteresseerd. Ja, en wie er die dag ondanks alles niet bij kan zijn, is het wordt allemaal live gestreamd. Ja, het wordt allemaal live gestreamd en het wordt ook allemaal opgenomen en het wordt ook allemaal weer gepubliceerd. Dus, Oké, super. Ja. Jij nog een steek al? Ben je voldoende informeerd? Nee, ik ga wel kijken donderdag. Ja? Vind het leuk. Oké. Ik ben er ook, dus dan zie ik je daar. herken ik je aan je kanariegele outfit? We hebben een sportthema, dus iedereen mag in sportoutfit komen. Oké, dan gaan wij nog eventjes kijken naar een filmpje waar je een breed scala aan mensen, maar een aantal mensen die hier ook te gast zijn geweest. Je had het net over Zoom In. Jan Riemers. WebSep is bij ons te gast geweest. Brechtje de Leij van nu.nl. Een aantal media mensen, net wat je zei, net wat breder en ook nieuwere namen die in dit filmpje zeggen wat een ontwikkeling is die zij belangrijk vinden. Ik denk dat de grootste kans die de omroepen hebben is ervoor te zorgen dat ze echt hele bijzondere, kwalitatief goede content maken en niet afzakken tot MeToo-content. Want dat gaat in deze tijd, is dat de absolute killer. Doen waar je goed in bent. En daar bedoel ik mee mooie verhalen vertellen die veel mensen raken. Dat blijft de kern. De consumptie van media is vele malen groter dan het vroeger was. En er zijn dus veel meer mensen die zich mee bezig kunnen houden. Er zijn veel meer mensen die businessmodellen kunnen bedenken. Met name ondernemers en innovators. Rob Wijnberg schreef al in de nieuwsfabriek... Nieuws, informatie is de grootste verslaving van deze tijd. Nou, ik denk dat we dat door kunnen trekken inderdaad naar informatie, infotainment, entertainment. En dat doen we op steeds meer momenten via steeds meer kanalen. Media zit er goed voor, omdat er steeds meer video gebruikt zal worden en zal steeds meer worden gekeken. Alleen de verdeling van wie doet wat zal anders worden dan vandaag. Nou, wij geloven dat de tv-markt naar on-demand beweegt. Dat mensen steeds kritischer zijn op hun tijd en gewoon zelf willen bepalen wanneer ze wat waar kijken. We zien het aan Netflix en aan HBO. Die krijgen zo'n gigantische macht wereldwijd. En hebben dus ook de budgetten om fantastische content te vertonen in Nederland. Waar lokale partijen alleen maar van kunnen dromen. De omroepen moeten zorgen dat ze online video omarmen. Zowel aan de contentkant, maar dat in combinatie met technologie. Veel innoveren, veel uitproberen. Enerzijds zie je dat het steeds lastiger wordt om de aandacht van de kijker vast te houden, omdat het mediagebruik steeds gefragmenteerder raakt. En aan de andere kant zie je dat de technologie het mogelijk maakt om de waarde van de advertenties te meten. Het wordt steeds transparanter en daardoor verbranden eigenlijk de marges. De technologiebedrijven aan de ene kant, de Facebook, de Googles, de Apples, en aan de andere kant de contentbedrijven die eigenlijk door de techniek elkaar gaan kruisen nu. En dat maakt het super spannend. Wie gaat uiteindelijk die gunst van die consument winnen?